Will & Grace. 8 seizoenen later, in 2006, eindigde de serie, maar anno 2017 zijn ze weer helemaal back on track. TLC Nederland nodigde ons uit voor de exclusieve voorpremière van het nieuwe seizoen. Dus ik ben erg benieuwd wat we gaan zien straks. Ga je met me mee? Nou, ik ga natuurlijk niet alleen vandaag. Ik heb Maarten bij me. En Maarten heeft nog nooit een aflevering van Will & Grace gezien. Dus ik dacht, ik neem hem mee en ik dompel hem onder in de wereld van gays, roomies, seks, drugs. Nee, dat is het niet echt. Maar ik ben heel benieuwd straks wat je ervan vindt, Maarten. Yes, ik ook. We gaan onderweg naar Tuschinski nu, hè. Bye. We staan hier voor het Amsterdamse Tuschinski Theater. Ja. Even een stukje geschiedenisles voordat we naar binnen gaan. Het theater werd in 1921 gebouwd en heeft verschillende stijlen, van Art Deco tot Jugendstil tot Amsterdamse school. Noem het maar op. Ja, eigenlijk, who cares? Wij gaan gewoon lekker Will & Grace kijken. Dus kom, ga naar binnen. Ja, sorry, Fred. Nee, ik ben gevraagd inderdaad, omdat ik ook echt ontzettende fan ben van het programma. En dat ik ook een kleine link heb met TLC. Wil ik jullie van harte welkom heten, dus namens TLC. Het is natuurlijk fantastisch dat zij de rechten hebben gekregen. En dat ze gewoon een heel seizoen lang naar Will & Grace kunnen kijken. En ik ben heel benieuwd, oké, wie is jullie favoriete karakter? Karen. Will. Maar niemand zegt, ja, wie zegt Will? Oh echt, waar zeg jij Will? Ja. Waarom Will? Ja, nou, ik kan er wel mee refereren. Hij is serieus, maar dan ook weer grappig. En, dat ben jij aangekomen. Heb je al een vriend of niet? Ja, ik heb een leuk man. Oh, dat is jou. Ik pak het twee vliegen in één klap. Nee, dus het wordt wel heel spannend. Ik moest eerlijk zeggen, gisteren is de eerste aflevering uitgezonden in Amerika. Die is echt jubelend ontvangen. Het was heel goed, heeft hij het gedaan. Dus ik ben vooral heel benieuwd, zijn ze ouder geworden? Ja. Zijn ze iets wat opgelapt? Ja, tuurlijk. Maar dat ben ik ook. Dus whatever, who cares. Dus. Hey, we hebben net de eerste aflevering gekeken van Will & Grace. Ja. Heel leuk. Ja, ik vond hem echt fantastisch. Ik heb het er met jou over gehad. Je hebt natuurlijk een andere generatie dan ik ben. Ja, iets. Geloof me. En ik vond het heel leuk. Ik dacht, het kan ook twee kanten op gaan. Het kan ook heel erg tegenvallen. Maar alle vier de karakters staan nog steeds in huis. Heel grappig. Echt heel sterk qua monoloog, qua intelligente grappen. En ik vond het heel leuk. Vond jij het leuk? Ik vond het heel erg leuk. Ik vraag me wel af of ze continu over dat politieke aspect blijven dat doorgaan. Dat klopt, ja. Ze hebben inderdaad best wel een statement gemaakt over de president Trump. Maar ik denk dat het gewoon om de eerste aflevering te zetten. Ik denk dat dat wel afzwakt. Want ze hebben natuurlijk vorig jaar die Hillary Clinton special gedaan. Ja. En dat was ook een beetje een bash tegen Trump. Dus ik denk dat ze dat, ik hoop het ook. Ik hoop niet dat te veel president. Nee, hoef dat heb altijd. Ik ook een beetje. Het is wel een heel duidelijk politiek statement. Maar de grappen zijn inderdaad, zoals je zegt, heel intelligent. Ja. En je favoriete karakter? Karen. Natuurlijk, als er wijn bij komt. Weet je wat ik wel jammer vind? Dat Rosario er niet in zit. De werkster. Ja, maar die is nee, die komt niet meer terug. Hoe weet je dat? Heb jij alle 16 afleveringen? Nee, dat nog niet, maar dat weet ik. Want zij is echt met pensioen. Dus zij werkt ook niet meer als actrice. Dat is heel jammer. Want het grappige is, het zijn natuurlijk gewoon acteurs. En wist je dat Karen niet zo praat? Heb jij wel eens gezien in een film zonder ik had accent? Wel het vermoeden dat ze niet zou praten. Een beetje Fran Drescher. Ja, maar dat is Fran Drescher hetzelfde. Zij zet een stem op. Dus als je haar een keer in een andere film of serie ziet, dan denk je, doe normaal, praat normaal. Maar ze praat natuurlijk niet zo. Maar het is wel heerlijk om weer die hoge stem te horen. Heerlijk. Ga je nog wat doen van het weekend? Reguliers, jij? Ja, nee, ik zit met de kindjes thuis op de bank, denk ik, weekend. Alles next stap maar op kijken? Nee, zeker niet. Nee? Hoezo niet? Nee, ja, dat kijk ik niet. Het is ook geen weekend. Dat is pas dat maar dinsdag. We missen jou. Ja, dat vind ik wel lief dat je het zegt. Ja. Ik vind het een fantastische mooie... ik heb het 5 jaar gedaan. Het was voor mij klaar. Nee, het is nooit klaar. Het is nooit klaar, dank je. Nee, ik vind dat ze... Arnanoushi doet het fantastisch. Het ziet er heel mooi uit. Wat ik gezien heb, ik heb maar 1 aflevering gezien. Ik ben nooit thuis. Maar het was voor mij klaar. Ja. Maar het is wel lief. Maar je kijkt niet verder? Ik kijk het eigenlijk ook nooit toen ik erin zat. Ik kijk nooit waar ik in zit. Dit ga ik wel terugkijken. Want ik wil even kijken. Top. Hoe je eruit ziet. Ja, het licht is even... Het is wel moeilijk, maar het maakt niet uit. Lekker vaag is goed. Hey, maar top je even gesproken te hebben. Vond ik heel leuk. Dankjewel. Oké, we zijn net terug van Will & Grace. Die eerste aflevering hebben wij kunnen zien in Tuschinski. Maarten, wat vond je ervan? De allereerste aflevering die jij hebt gezien? Ik vond het echt heel leuk. Ik heb het natuurlijk nooit gekeken, dus...
zeker ook als je het niet hebt gekeken, is het echt gelijk leuk. Ik snapte het gelijk. Ik vond het goed. Ik vond het wel, het is politiek, maar wel goed politiek. Dus ik vond het, nee, ik vond het echt heel leuk. Ja. En ben je nu van plan om ook de eerdere seizoenen te gaan kijken? Ja, weet je, ik ben super druk, maar nee, ja, zeker. Maar in ieder geval de nieuwe aflevering is sowieso. Ja. Ja. Top. Hey, aanstaande dinsdag om 8:30 is het te zien op TLC. Dus kijken zou ik zeggen. Wat zeg jij? Ik ga mijn goodiebag uitpakken. Doe dat. Oké, okay, hey, doei. Doei.